Als je aandacht wil krijgen in een video, begin de video met een krachtige uitspraak of een vraagstelling. Waarom krijgen Marokkanen zoveel chicks? Dat wil je weten. En dan spreek een groep aan. Dit account, Chest Mokro, met 500.000 volgers, heeft mij gedeeld en ik wil een korte kijk nemen naar de video. Oké, okay, Huub die zegt, ik ben Marco, is toch wel de grootste Mogool op aarde. En 116 mensen die zijn het ermee eens. Mijn naam is Marco Bajic en sinds 2018 verzamel ik aandacht door middel van video op platformen zoals Instagram, LinkedIn en TikTok. Onthoud dat als je aandacht wil verzamelen, dat je daarmee fans zult krijgen, maar ook zeker haters. Misschien vraag je je af, hoe krijg ik of mijn bedrijf de aandacht die het verdient? Allereerst is het al handig om een koning of koningin op camera te worden, die een volk, oftewel een doelgroep, makkelijk weet te inspireren met simpele videoboodschap. En het mooie is, sinds 2018 heb ik meer dan 300 mensen geholpen online aandacht te verzamelen met video. Oftewel een koning of koningin op camera te worden in bijvoorbeeld de privégroep genaamd The Reconstructed Kings and Queens. Oké, genoeg serieus gedaan. Dankjewel voor je aandacht en laten we beginnen. De video gaat over waarom krijgen Marokkanen zoveel chicks? Nou, dat is de introductie. Nou, je ziet, heeft iets van 155.000 weergaven. Reageren op 101 negatieve reacties op social media. En allereerst dacht ik eraan om dit te doen op TikTok alleen. Maar toen kwam ik iets interessants tegen op Instagram. Laten we een kijkje nemen. Nou, op het scherm zien we het volgende staan. Een video van mij met 155.000 weergaven. Een reactie die er al staat is, hij is irritant. We kijken naar het account. En daar zien we, het account heeft 521.000 volgers, 500.000. Oké, we gaan allereerst even de video bekijken. Waarom krijgen Marokkanen zoveel chicks? Dat is omdat ze twee dingen laten zien. Allereerst laten ze zien dat ze een bad boy kunnen zijn. En het tweede is, ze zijn ook heel lief en zorgzaam voor de vrouwen. En een vrouw die wil een man die erge dingen kan doen, maar het niet doet. Een bad boy. We hebben de video bekeken en je denkt, waar haal je thema's vandaan? Uit mijn eigen ervaring en observaties. Weet je, dat is wat ik zie tijdens het uitgaan. Ik ging elk weekend uit vroeger. Dit is wat ik heb gezien op school. En het is een positieve draai aan het bericht. Nou, laten we een kijkje nemen naar wat voor reacties ik hierover krijg. Nou, allereerst, hij is irritant. Daar gaan we niet verder op in. Nou, iemand die me kent ook. Marco, je hebt Chest Mokro gehaald. Official Montana, die zegt, ligt dat aan mij of mag ik deze man omdat hij dit doet? Oké, dit is een positieve reactie. Daar gaan we nu niet op in. Kaira, die zegt, hij vertelt zoveel bullshit in 20 seconden. En ik zeg, ik tag Kaira, zoals je ziet. En ik zeg, je luistert. Dank je. Dus wat ik hiermee zeg is, je geeft gewoon aandacht aan de video. Ik bedoel, jij hebt je eigen problemen thuis. Jij hebt je eigen dromen en doelen. Misschien. Problemen. En alsnog heb je aandacht voor mijn video. Dus dank je wel. Dank je wel daarvoor. En nou, ze heeft het niet hatelijk opgevat. Kaira die stuurde een hartje. Ilias die zegt, ik haat deze man zo erg. En dit heeft 1042 likes. Mensen die het mee eens zijn. Ik wil je ook kort vertellen hoe je uiteindelijk kunt omgaan met dit soort haatberichten. Welke mindset, welke mentaliteit je hierbij kunt hebben. Ila Shams die zegt, ik haat deze man zo erg. Ik zeg gewoon liefde. Weet je, want je wil niet te veel tijd besteden aan haatreacties. Je wilt gewoon korte krachten laten weten, hey, het is helemaal oké dat jij jouw mening hebt over mij. Ik zeg liefde. Iemand zegt, nou, ik heb hem ook geblokkeerd op TikTok. In de extra reacties, nou, daar gaan we niet verder op in. Iemand zegt sowieso, zijn naam is Brandon. Nou, ik like het. Ik snap die niet. Maar ik begrijp dat er een bepaalde stereotype is bij Brandon. Oh, Karin zegt, ben ik de enigste die deze guy haat? Nou, ik zeg hier ook weer liefde. Kijk, hoe ik aan het kijken ben naar negatieve reacties is als volgt. Ik kijk of datgene wat de ander over mij zegt een mening is of niet. Nou, als de mening is, dan boeit het me al niet. Dan ga ik verder. Als iemand iets over mij zegt, laten we kijken, deze man lult zoveel shit. Soms I think he's kind of bored. Kijk, lult zoveel shit is eigen mening. I think he's kind of bored, dat is een leugen. Dus dit is mijn tip aan jou. Als je jezelf wil laten zien op social media en je bent wat controversieel en je durft je mening te uiten, dan kijk naar wat de ander zegt. Ik denk dat hij verveeld is. I think he's kind of bored. En oordeel. Is dit waar of niet waar? Is het een leugen of is het waar? In dit geval is het niet waar. Dus zeg ik bijvoorbeeld leugen. Ik heb gereageerd met leugen. Onthoud, je hoeft niet gesprekken te gaan voeren, want dit is te veel om bij te houden.
Hier is niet waar je tijd aan wil besteden. Ik ben zelf een videotrainer en help mensen zelfverzekerd voor de camera te staan. Ik ben daar zelf het levende bewijs van. Ondanks de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, de onzekerheden die ik heb gehad en die iedereen wel eens heeft. Dus ik ben een voorbeeld met, het is oké om jezelf te zijn in een video. Het is oké om dingen te zeggen die een ander niet leuk vindt. Kijk, en onthoud ook, als ik een video maak over waarom krijgen Marokkanen over chicks. En op TikTok krijgt het 500.000 weergave, 500.000 dus. Hier een account wat 500.000 volgers heeft, deelt het. Het is niet die ene video waar het hier om gaat. Hè? Het is niet dat ene bericht wat ik zo graag wil delen. Waar het om gaat is het volgende. Iemand ziet een video en die denkt grappig, raar, stom, leuk, maakt niet uit. Die video kent mij nu. Of die persoon die kent mij nu. En als ik een keertje het heb over iets wat wel met mijn business te maken heeft. Bijvoorbeeld 5 tips om je hashtags juist in te zetten op LinkedIn. Of 3 tips om binnen 10 minuten op elke social media te posten. Tijd te besparen en klanten naar je toe te trekken. Als ik het eenmaal daarover heb. Of storytelling technieken voor de video. Dan kan die persoon die mij eerder heeft gezien. Die er chill naar kijkt. Want het ligt er ook aan. Ben je geïrriteerd of niet. Die persoon die kan dan denken. Hey, ik heb hem eerder gezien. Hij is er langer bezig. Daar heb ik wel respect voor. Want zulke mensen bestaan er ook. Negativiteit is ook heel zichtbaar. Hè? Onthoud, er zijn genoeg positieve DM's die ik krijg en al dat soort dingen. Fans die ik op straat tegenkom. Superleuk. Hè? Ik ben geen beroemdheid. Ik ben niet speciaal. Ik ben een normaal mens als jij. Maar het is leuk om op social media te groeien. Want ik heb een bepaalde missie en visie hierbij. Ik wil in Nederland vol zelfverzekerde mannen en vrouwen op camera. Dus het gaat niet om de ene video. Het gaat om de aandacht die je ermee grijpt. En stapsgewijs komt iemand wel bij jou. Stapsgewijs komt jouw doelgroep wel bij jou. Wanneer jij je mening durft te uiten. En dat op een pakkende manier. Je hoeft niet op mijn manier te doen. Hè. Ik kan het hebben over sport en voeding. En misschien ben je iemand die wil zeggen. Ja, je bent dik. Misschien hou je ervan. Dan Peña style. Dat is de Amerikaanse miljardair. Die je vaak scheldt en mensen namen noemt. Maar misschien heb je ook een hele andere stijl. Wat ik je meegeef. Als je aandacht wil krijgen in een video. Begin de video met een krachtige uitspraak of een vraagstelling. Waarom krijgen Marokkanen zoveel chicks? Dat wil je weten. En dan spreek een groep aan. En het kan ook een uitspraak zijn geweest. Dus Marokkanen krijgen veel chicks. Het kon ook anders zijn. Dus als je een van deze twee dingen gebruikt voor je eigen business, om aandacht te verzamelen via video, dat kan het ook zijn. Waarom liet broccoli honderden mensen afvallen? Weet je? Of waarom dit dieet, en dan misschien een naam, keto dieet, waarom dit dieet mij na 10 jaar hielp om eindelijk mijn droomgewicht te behalen. Ik kan ook zeggen, dus de uitspraak, dit keto dieet heeft mij geholpen om zoveel kilo af te vallen. En dat zal het voor jou ook doen, mits jij aan de hand van een persoonlijk verhaal like op mij, jezelfde lichaamstype hebt enzovoort. Maar daar gaan we niet dieper op in, dus uitspraak. Krachtige uitspraak of vraagstelling. Daarmee grijp je de aandacht online. En het gaat niet om die ene video. Het gaat verder. Nou, we gaan er verder. We gaan er wat dieper op in. Er zijn heel veel. Nou, iemand zegt hij is kakaraar. En ik zeg liefde. Hij zegt hou je bek azemmer. Wat ga je tegen mij praten? Nou kijk, daar hoef ik niet dieper op in te gaan. Het is gewoon één reactie en dan eindigt het. Hè? Nou, Mana die zegt ik ben geblokt op TikTok. Ik kan hem niet verdragen. En 189 mensen die zijn het ermee eens. Oké, okay, Huub die zegt ik ben Marco is toch wel de grootste mogool op aarde. En 116 mensen die zijn het ermee eens. Kijk, ik ben geen Mogol. Dat is dus een leugen. Weet je weet wat een Mogol is. Of lichamelijk of geestelijk gehandicapt. Ik deed wel een overdreven voorbeeld. Ik hoop dat ik je daar niet mee kwets. Je weet wat een Mogol is. Ben ik niet. Is een leugen, dus liefde voor jou. En onthoud, de meningen van anderen belangrijk vinden heeft te maken met onzekerheden. Bij je zelfbeeld. Ken je jezelf? Of leef je dag in dag uit voor andere mensen? Heb je gewerkt aan jezelf? Mentale gezondheid, fysieke gezondheid. Al dat soort dingen. Dat zijn thema's, daar kunnen we wat dieper op ingaan. Daar ga ik het in andere video's ook wel over hebben. En dit is waar we nu dieper op ingaan. De comments. Big Boss, meisjes, like als je een lieve jongen wilt hebben. Nou, er is iets positiefs uitgekomen. Dus misschien dacht iemand, hey, een positief bericht. Moet ik het niet over hebben? Negatieve reacties. Kan iemand zijn mobiel afpakken? Ja, kan. Weet je, dat is de waarheid. Dat kan. Iemand zegt, ik heb de tweede nog niet gezien. Nou, ik weet niet wat ze bedoelen, dat lijken we. De meisjes van tegenwoordig willen geen man. Ze willen kinderachtige relatie. Oké, niet negatief. Ze stelen zelfs chicks, zegt iemand. Weet je, ja. Dat is wat zijn ervaring is.
Iemand zegt, Marokkaan heeft hem sowieso aangepakt. Ik zeg, yes, kurats. Dat betekent, ja man. Oftewel, niet dus. In het Bosnisch. Had ik even zin in. Iemand zegt, hij is zo droog. Oh ja, en hier was wel een gesprek. Had ik even zin in. Normaal besteed ik geen tijd aan. Heb ik geen tijd voor. Ik coach mensen met video. Nou, niemand houdt van jou. Ik zeg, ook een leugen. Je liegt veel. Weet je? Dit zijn gewoon waarheden die ik zeg. En dan zegt ze, nou, ik ben je kankerbeu. Ik kan kankerbek. Je maakt me gek. Ik zeg, je hebt innerlijke onzekerheden, merk ik. Maar je bent een mooi mens. Nou, Aleb, die zegt, 020, die zegt, dit noem je dus iemand die te veel poep praat. 14 mensen waren het met hem eens. Ik zeg, dank voor het luisteren en kijken. Blijkbaar interessant genoeg. En toen ik hierachter kwam, ging ik deze reactie kopiëren en plakken. Dat is een goede reactie. Okay, mensen zoals dit wil ik echt gewoon slaan zonder reden. Dank voor het kijken. Weet je, dank voor het kijken. Oh. Dank voor het kijken. Dus ik heb al op een aantal reacties eerder gereageerd, zoals je ziet. Lief en zorgzaam. Ha, grappig. Nou, iedereen haat hem hier. Hij heeft deels wel gelijk. Oh, positieve reactie. Deze man is echt anders. En ik reageer met godzijdank. Maakt niet uit of je gelovig bent of niet. Dat is niet waar het om gaat. Ik ben blij anders te zijn. Andere woorden, ik ben blij mezelf te zijn. Hoe blij ben jij met jouzelf? Op werk? Op school? Ben je jezelf? Ga je om met de mensen die, waar je echt van houdt? Of zet je te veel maskers op? Want om überhaupt in de maatschappij te kunnen functioneren, doe je wel maskers op. Ik doe ook wel eens maskers op. Maar hoeveel maskers heb je op dit moment op? En hoe nep gedraag jij je? Misschien zelfs bij je familie, misschien daar niet gelukkig. Maar wel op werk, met collega's of op school, klasgenoten en zogenaamde vrienden. Gooi die masker ervan af. Zeg wat je denkt. Ook in een groep. Durf te spreken. Uit je gedachtes. En zo word je zelfverzekerd voor de camera, waar ik jou mee help, waar ik mensen mee help. Je kunt hieronder de ervaringen zien van de Reconstructed Kings and Queens, de koningen en koninginnen op camera. Maar je wordt er zelfverzekerd door wanneer je zegt wat je denkt. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Iemand gaat je uitmaken voor weet ik veel wat. Of het wordt een gevecht. En als je je best doet om ook niet alleen je spieren te trainen, maar ook hoe je kunt vechten. Ik kickbox al een tijdje, ik ben zeker niet de beste. Maar ik vecht wel tot de dood als het moet. Dus dat geeft je ook meer zelfvertrouwen. Dus ga ook op een vechtsport. Als je social media nog wat eng vindt. Of als je het eng vindt om te spreken. Want het zal jou een zelfvertrouwen boost geven. Nou, Nagam die zegt, hij is zo irie. Hij ging onder mijn TikTok reageren. Nou, lief toch van mij. Lief toch van mij. Iemand zegt, ik snap het niet. Nou, kijk. Niet veel tijd besteden. Wanneer je bang bent om aangevallen te worden, zeg je iets positiefs. Ja. Kijk, dat kan je zien. Ook al zeg je iets positiefs. Want zoals je weet, worden er genoeg negatieve dingen wel eens gezegd over Marokkaan op het nieuws, in het verleden en nog steeds. En dan zeg je iets positiefs. En dan is het, ik ben bang om aangevallen te worden. Daarom zeg je iets positiefs. Ik hoef me niet anders voor te doen voor jou. Ik zeg gewoon wat ik denk. Iemand zegt gadver. Ik zeg dank voor je reactie. Dus in principe, we gaan nog naar meer reacties kijken. We gaan er wat dieper op in. Maar wat je doet, is je kijkt gewoon, wat is een reactie? Is dat een waarheid over mij of een leugen? That's it. Voordat je naar de waarheid leugen gaat, kijk je, is het een mening? Als je ziet dat het een mening is, dan hoeft het jou toch niet uit te maken. Jij kent toch jezelf? En als je jezelf nog niet kent, zoals de Canadese klinisch psycholoog Jordan Peterson zei, misschien ken je hem wel van YouTube, doe de dingen waar je, of die je nog niet hebt gedaan. Als je de dingen doet, die je nog niet hebt gedaan, dan bouw je zelfvertrouwen op en dan leer je jezelf beter kennen. En dat is helemaal prima. Ik had angst om voor een groep te staan. Ik had angst om mijn eigen business te starten. Ik had angst in sociale situaties. Ik praat er ook wel eens vaker over en het is helemaal normaal. Het is oké, het was misschien niet de extreemste geval, maar het waren innerlijke onzekerheden en die heb ik gereconstruct door eraan te werken, door ze te doen. Iemand zegt, ik hou van hem, oh, positief. Waarom krijgt deze zemmer, homo, een podium? En ik zeg, je bent niet goed opgevoed. Nou, dat kan ook. Weet je, als je ruzie wilt zoeken, als je er tijd voor hebt, dan doe je dat. Dit is één keer, ik had er even tijd voor genomen. Ozanakam die zegt, en jij niet goed snikken in hersenpan. Jij wel gelukkig. Oftewel, sarcastisch, niemand is goed snik in zijn hersenpan. Als hij zijn echte gedachten deelt in een video. Weet hij wel wat hij zegt? Jazeker. Jij ook. Jazeker, jij ook.
Thanks voor de oog- en oorkanker. Ach. Nou, weet je, hoef ik niet echt op in te gaan. Dat is een beetje stom. Zijn de reacties, die slaan nergens op, hoef je niet op in te gaan. Waarom praat je tijdens je slaap? Nou, een grap. Ahmed op je beeldscherm. Bro, deze man moet gewoon even de kaak houden. Kiefes. Nou, vind ik ook niet een interessante reactie. Brandon. Hij denkt dat hij kent vrouwen zo goed dat hij dit gaat posten in de hoop dat chicks het met hem eens zijn. Kijk, dit is een goed voorbeeld van wat ik niet denk. Ik heb al een chick, oftewel een prachtige vrouw, Anastasia. Lief van binnen, lief van buiten. Ik heb geen interesse dat chicks het met me eens zijn. Het gebeurt wel. Want denk je nou dat, ondanks je alle haat ziet, dat niemand het met je eens ziet, is? Je doet het voor die ene persoon die je waardeert. Voor die ene persoon waarvan je weet, er is iemand aan de andere kant van het scherm, zoals nu, die mijn video wel zal begrijpen. Daarvoor doe je het. Deze man die zegt bullshit. Ik zeg dank voor het luisteren en kijken. Blijkbaar interessant genoeg. Nou, Rania zegt ze hebben allemaal krullen. Nee. Ik vind de enige die in zo'n knol nou niet negatief. Zoals ik al vaker heb gezegd, Marokkaanse jongens zijn op niks. Deze gast geeft me altijd kortsluiting. Ik zeg, je weet wat ze zeggen over mannen die je kortsluiting geven. Ninja, wow, cringe level behind this one. Khadija, hij lijkt op je. Harampolitie. Bots sneller dan verspreiding. Deze man moet echt zijn bek houden. Hahaha. Aandacht zoeken. Die gat is lelijk. Dus Ayoub is iemand die nooit aandacht zoekt. En daarom zegt hij over mij. Jij bent een aandachtzoeker. En ik ben lelijk. Kijk. Lelijk is mening. Aandacht zoeken, ja. Ja, ik zoek aandacht. Dat is een waarheid. Ik zoek aandacht. En jij kijkt en luistert nu naar mij. Dus ik heb de aandacht. Deels. Dus ik word niet boos daarom. Ik ken mezelf. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik weet wat mijn ultieme doel is. Mensen die niet zichzelf durven te zijn, wel helpen zichzelf te zijn. En zo hun persoonlijke en zakelijke doelen met video te laten behalen. Ik zeg, deze man, ik voel me een Afrikaanse lesbi. Dat is iets voor een andere video waar ik het over ga hebben. Ik was vergeten te lachen. Zeg maar expert over Marokkanen. Ik doe me niet voor als een expert. Kijk, dit is het ook. Als iemand zegt, je doet alsof je een expert bent. Als je iets zelfverzekerd zegt in een video. Waarom doet het jou pijn? Allereerst omdat ik iets zelfverzekerd zeg. Weet je, waarom noem je mij dan een expert? Nou, dat is positief toch? Hij heeft medelijden, denk ik. Hij maakt me bang. Een vrouw wil geslagen worden met de riem. Jongen met krulletjes. Zwaar niet af. Al zijn video's zijn zo cringe. Snapking 2.0. Zijn Marokkaanse maties krijgen iedereen. Ik ga deze man zo hard. Rio, zegt Selma. Ken ik al? Had ik eerder gezien. Iemand kende het al. Bello logica. Wat vaak doe normaal? Kan het nog droger? Ik blok hem op TikTok. Zijn nog steeds komen op mijn Insta. Bad boy. We zijn wel bang voor honden. Over Marokkanen. Ja, er is dus een algemeen beeld dat Marokkanen bang zijn voor honden. Maar dan toch bad boy zijn. Dus kijk, dit is in principe... Hij is niet echt 100. Niemand is 100. Iedereen is uniek. Weet je? Iedereen is uniek. En ik heb speciaal voor deze video tijd genomen om te reageren op reacties. Om voor jou te laten zien. Dit was de Instagram versie. Er komt nog een TikTok versie waar ik nog veel meer haat krijg. Daar gaan we andere keer dieper op in. Maar de mentaliteit is simpel. Als iemand denkt, ik krijg geen chicks. Ik hoef geen chicks. Ik heb chicks gehad. Vrouwen. Ik heb nu één prachtige vriendin en daar ben ik super blij mee. Dus onthoud, is de mening, nadat je dat hebt gefilterd, kijk je naar, is het wat diegene zegt een leugen over mij? Want je kent jezelf en er zijn manieren om aan jezelf te werken. Door dingen te doen die je nog niet hebt gedaan. En zo je zelfvertrouwen te verbeteren. Jezelf in verschillende situaties te testen. Nou, nadat je hebt geconstateerd dat het leugen is, dan hoef je niet boos te worden. Je kent jezelf. Nadat je hebt geconstateerd, oh, wat de ander zegt over mij, dat klopt wel. Bijvoorbeeld iemand zegt, je zoekt de aandacht. Ja, ik zoek aandacht. Ja. Waar? Schaam ik me niet voor. Wie zoekt nou geen aandacht? Alleen mensen die super onzeker zijn. Of misschien heel goed zijn in ander werk. Wat niet heeft te maken met aandacht verzamelen. Als je super onzeker bent en je wilt aandacht verzamelen. Dan doet het pijn wanneer je een ander dat ziet doen. En zo zijn er nog super, super, super veel meer reacties. Volgende keer gaan we in op TikTok. Daar krijg ik de meeste haat. Nu weet je ook wat meer over mij. Welke missie en visie ik heb. Om in Nederland, België en uiteindelijk een hele wereld
vol zelfverzekerde mannen en vrouwen op camera te hebben die een ander met simpele videoboodschap weten te inspireren of de aandacht weten te grijpen. En zo komen jouw klanten uiteindelijk wel bij jou terecht. TikTok gebruikte ik heel veel, nog steeds wel, puur om aandacht te grijpen. Dus influencerrol te krijgen, heb ik nu. Ik loop over straat, ik kom iemand tegen. Hey, ik ben Marco, superleuk. LinkedIn en Instagram gebruik ik meer voor business. En zo zie je een beetje hoe ik te werk ga. Wat lijken de laatste reacties? Dankjewel en onthoud, reconstruct yourself, oftewel herontwikkel jezelf. En als je meer met video wilt gaan doen, vergeet niet hieronder te liken, reageren of abonneren. Ik reageer op elke reactie. Op TikTok wordt het te veel. Soms 100 reacties, soms 500 reacties. Dus laat je reactie weten. Dankjewel voor je aandacht. Als je wilt abonneren, klik hier. Als je een volgende video wilt kijken, klik hier.